Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op vrijdag 29 juni. Het is stralend weer in Nederland, overal schijnt de zon volop. We zien wel op de Noordzee wat wolkenvelden en mogelijk dat de warren daar in de loop van de dag nog even mee te maken gaan krijgen. De temperatuur ligt vanochtend tussen de 17 en 18 graden en er waait een meest matige wind uit noordelijke richtingen. Vanmiddag blijft het aan de kust iets wat fris, met zo'n 20 graden. Diepe landinwaarts kan het 27 tot 28 graden worden. De wind trekt wat aan en wordt matig aan zee, soms vrij krachtig. Vanavond is het helder en de temperatuur blijft nog lang boven de 20 graden, maar het blijft ook wel waaien. Morgen draait de wind naar het noordoosten tot oosten en dan wordt het warmer, ook op de stranden. Het wordt zo'n 25 tot 30 graden. Er waait een matige noordoostenwind en bewolking wordt er niet verwacht. En ook de dagen erna blijft het bijzonder warm. Zondag, maandag en dinsdag nog steeds maxima tussen de 25 en lokaal 30 graden in het zuiden. Het is zonovergoten weer en er wordt geen neerslag verwacht. En ook daarna blijft de zomer gewoon aanhouden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.